Hallo, lieve mensen, wij komen draaien. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. En dit is Boris. En Boris is de grootste MC van Amsterdam. Hij heeft de hele wereld al gezien, van Ibiza tot Miami. Maar hij had nog één droom. En dat is samen met de Gierige Gasten MC'en. Ja, man. Ja. Ja, maar hoe ga je dat nou oplossen als je niet geboekt wordt? Dan ga je zelf gewoon boeken. En dat gaan we vandaag doen bij In The Cloud. Ja. En we gaan het een beetje hetzelfde aanpakken als dat we ooit bij Digital hebben gedaan. We gaan naar binnen als DJ. Dus we zeggen gewoon dat we moeten draaien. En Manuel en Geza, hè? Ja. Dat zijn we. Ja, jullie zijn Manuel en Geza, ja. En ik ben de Rodi. Ja. Goeie. Manuel, Geza en de manager. Nou, zullen wij dan maar gewoon gaan? Ja. Ja? Lijkt me een hele goede. Oké, okay, let's go. Pak je platenkast. Hallo, lieve mensen, wij komen draaien. Wat is je naam? Geza, Manuel. Ja. Ik heb hier Manuel en Geza, kun je die eens ophalen? Ja. Oh, die is groot. Ja. What up? Nou, we worden opgehaald. Maar dit gaat al veel te makkelijk, eigenlijk. Oké, maar even serieus, nu moeten we nog naar de stage komen. Ja, nee, maar we worden, wat als degene zo meteen die ons komt ophalen ziet dat jullie het niet zijn? Nee, we zeggen gewoon, we hebben een VIP-mandje, dus we zijn in principe gewoon binnen. Gewoon totaal. We zijn binnen. Ja, we moeten naar binnen. Hoe de fuck geloven zij dat wij Manuel en Geza zijn? Dat hoeft niet meer. Ik ken het niet. Die gasten zijn fucking bekend. Ja. Ja. Oké. Okay. Dit kan niet. Dankjewel. Jij moet nu zeggen tegen hun dat ze een half uur eerder moeten stoppen. Ja. Jij bent zogenaamd, jij werkt hier. Dan kunnen we met een beetje mazzel onze shine pakken. Ja. Yeah.
droom uitgekomen, Boris. Gasten, dit was gruwelijk. Maar oké, we zijn dus als gewacht weggestuurd. Zat eraan. Ja, maar ja, dat is een heel dingetje. We hebben er echt zo gemaakt.